Hi, ik ben Teun en je kijkt naar Veld 6. Vandaag zijn we afgereisd naar Eindhoven. Daar is het PSV supportersfeest aan de gang. De PSV selectie die is gevlucht naar Spanje. Die hebben daar lekker in de zon een voetbalwedstrijdje gehad vanavond. Of de echte supporters hier zijn? Ik betwijfel het, want de meeste supporters zijn er voor Nick en Simon. En of dat we die gaan spreken, dat zie je nou. Eentje van de PSV-selectie, hier is het dan. Welke speler ben jij? Koevermans. Wat kom je doen? Ja, naar het feest hier. Hè? Moest je niet in Spanje zijn vandaag? Nee, mocht niet mee. Hey, wat vind je ervan dat de selectie er niet is? Ja, jammer, maar... Het feest gaat door? Wij maken er toch wel van. Zelfs op een uitvaart maak jij nog een feestje, geloof ik, hè? Ja, toch. Dames, kom eens. Kom eens hier. Kom je van PSV? Sorry? Kom je van PSV of van Nick en Simon? Van PSV. Echt waar? Ja, zeker. Er zijn toch weinig vrouwen die van voetbal houden? Ja, wij wel. Hoppa. Ik kom van Simon. Ja, ben jij van Nick en Simon? Nee. Ik kom voor Lisan. Wat dan? Ik kom voor Haag. Nou. Afvalaai. Ja, die zit in Spanje. Ja, helaas. Had je ook niet daar willen zitten? Jawel, zeker weten. Wat had je dan gedaan met hem? Dan had ik even geld gevraagd daarna. Wat is je meest perverse wens met Afvalaai? Niks. Ik wil niks met hem. Met mij dan? Nee. Dan heb je geen smaak. Maar niet, kom nou niet verlegen worden, hè? Kom nou even hier, kom nou even. Nee, waarom ga je nou naar huis? Ik was om 4:30 al op. Waarom? Ik heb gewerkt vandaag. Wat heb je gedaan voor werk? Groenten inpakken. Wat heb je allemaal voor groentes ingepakt? Ja, komkommer en alles. Komkommer, toch geen schijfjes, hè? Ja. Nee, geen schijfjes, want de kut is geen sjoelbak. Nee, wel komkommerschijfjes. Echt waar? Ja. Hoeveel doe je er in een pakje dan? Ja, 4. 4 komkommerschijfjes? Ja, samen met haar. Doe jij het ook? Ja. Wij zijn collega's. Nou, als ik jullie zo bekijk, dan snap ik wel dat je met komkommers in de weer bent. Lekker Simon, we hebben ze dan eindelijk gevonden. Ze mogen niet in beeld, maar we hebben ze wel op de radio geïnterviewd. En dus hebben we een combi gemaakt en hebben we het volgende opgevonden. We gaan gauw naar Teun, heel snel. Hij staat met Nick en Simon. Ja, dus, ja. We zijn erop, Teun. Ja, mijn baan hing er vanaf, dus ik ben heel blij dat ik toch nog even de ruimte krijg op Radio Veronica om dit kwijt te kunnen. Want we staan hier bij de ene rechter, Nick en Simon. Waar je voor, jongens. Ik ben altijd zo in de war, hè, maar nu kan ik je herkennen, want je hebt je naam op je oordopje staan. Jij bent Nick, hè? Ik ben inderdaad Nick, ja. Hey, ben je PSV-fan, Nick? Nou, ik ben natuurlijk FC Volendam-fan, maar ik moet wel zeggen, als PSV kampioen wordt of ze bereiken een prachtig resultaat in een groot toernooi, dan gun ik ze dat van harte. Ja, Simon, wat is jouw favoriete voetbalploeg? Ja, dat is vanzelfsprekend Volendam, uiteraard. Hey, jullie hebben vanavond een ploegje 1100 man, allemaal PSV-fans. Er staat er eentje voor aan, jongens, het is een meisje. Je kan er bijna niet omheen, want ze heeft de biggetjes meegebracht. Hoe blijf je geconcentreerd als je zoiets ziet? Die biggetjes bedoel je? Ja. Ik moet zeggen dat ik dat niet vervelend vind. En die liedjes hebben we toch al 1000 keer gezongen, dus dat... Dat gaat eigenlijk vanzelf, dus je hebt gewoon de tijd om even naar dat zaakje te kijken, zeg maar. Dat je denkt van, hé, hebben jullie een vriendin of niet? Allebei, maar we zijn heel professioneel. Ja, en je kan er gewoon, die weten ervan dat jullie gewoon een beetje aankloten. Hé, we gewoon een beetje aanrotzooien, hè. Als de boel maar weer schoon thuis komt, is er niks aan de hand op. Maar we moeten afronden, jongens. Ze moeten op het podium. Heel veel succes, hè, jongens. Dankjewel. Okay. En terug naar jou. Lekker naar die titel kijken. Dat is een erotisch verhaal. Nee, ik weet. Ik ben er zo aan toe. Nou, ik liever geheim voor mij. Waarom? Dat hoeft niet iedereen te weten. Hebben de komkommers mee te maken? Nee. Ik ga nu. Help me nou voor mijn fantasie op hol slaat, hè? Kom, komkommers en ik zie jullie voor me, dan denk ik echt, wat moet daarvan terechtkomen? Vertel nou eens. Vertel jij eens wat. Ja, ik heb geen erotische verhaal. Nee, wij gaan dadelijk op jongensjacht. Op jongensjacht? Nou, dan zal ik maar een groot geweer meenemen, want dan zal die meevallen om die te vangen. Hè? Wat gaan we doen? We gaan even naar de toilet. Waarom? Omdat ik moet plassen. Ook al, van Nick en Simon. Ja. Zeiknummers, hè? Ja, vind ik ook. Ja, vond je echt niks? Nee, ik vond het helemaal niks. Om te kotsen? Nou, dat zeg ik niet. Ah, kom op, zeg het nou, het lucht echt op. Als je dat doet, dan lucht het echt op. Zeg het op de camera. Nick en Simon, jullie zijn om te kotsen. Oké, Nick en Simon zijn om te kotsen. Yeah.
Wat vind je van mij? Ben ik nou een man dat je zegt van dan ga ik op jagen? Nee. Waarom niet? Wat is er mis met mij? Ik val op jonger en slank. Waarom slank? Dat is toch fijner, of niet dan? Vind jij een slanke man fijner? Ja. Waarom dat? Nou, vertel eens even. Ja, wij hebben alle twee dezelfde smaak. Dus. En ik pas daar niet bij. En de meeste mannen zijn net morgen. Als ze eenmaal gestoken hebben, vliegen ze weer weg. Is dat echt zo? Ja. Nou, ik ga niet steken en ik vlieg toch weg. De groeten. Hand in hand, kameraden, hand in hand. Voor Feyenoord 1, oh toch het verkeerde feest. Maar je hebt het gezien, het was gezellig in Brabant. Het was steun van Veld 6. Wat hé? Hey. Wat zegt u? Ja, nee, niks. Zong u het verkeerde liedje? Ik geloof dat ik er zo uitgerooid word.